Er is nog veel onduidelijk rond de dood van kickbokser Marc de Bonte. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden bij Oorschot in het Wilhelminakanaal. En daarmee komt een eind aan een zoektocht naar hem van 3 weken. Marc de Bonte verdween begin deze maand. Hij liet voor het laatst van zich horen toen hij op weg was naar zijn vriendin hier in Best. Daar werd ook zijn auto gevonden. Van hemzelf ontbrak ieder spoor. Tot gistermiddag zijn lichaam werd ontdekt, een paar kilometer verderop. En op die plek is verslaggever Jan Waalen. Ja, Jan, grote vraag voor iedereen is natuurlijk, wat is er gebeurd met Marc? Ja, wat is er gebeurd tussen het laatste berichtje wat hij vanuit Turnhout stuurde aan zijn vriendin dat hij onderweg was naar Best en het moment dat hij hier gisteren werd gevonden? Dat is de vraag. Is hij om het leven gekomen door een ongeluk? Is hij per ongeluk te water geraakt? Heeft hij zichzelf van het leven beroofd? Is hij door een misdrijf om het leven gekomen? Sectie op het lichaam, en dat gebeurt morgen, sectie op het lichaam van Marc zal daar antwoord op moeten geven. En sectie zal ook nog antwoord moeten geven, officieel antwoord moeten geven op de vraag of het lichaam werkelijk van Marc de Bonte is. Maar ja, dat staat eigenlijk wel vast, want bij het lichaam zijn zijn jas en ook zijn horloge gevonden. Ja, de familie heeft wekenlang naar hem gezocht. Er is een flinke beloning uitgeloofd. Ja, dit nieuws moet heel dubbel voor ze zijn. Ja, van de ene kant opluchting, dat ze nu eindelijk weten wat er gebeurd is. We hebben gesproken met een zwager van Marc, die zegt, ja, die vermissing dat had niet langer meer moeten duren. Nou weten we in ieder geval wat er is. En ja, ze hebben er natuurlijk ook al die weken maar naar hem gezocht, hier in dit kanaal en op andere plekken met vrienden en met familie. Op allerlei manieren geprobeerd om hem te vinden. En ja, dat heeft 3 weken lang niks opgeleverd totdat hij hier door een schipper werd gevonden gisteren. Het is inderdaad voor hen een opluchting, maar natuurlijk ook heel verdrietig. Want ja, ze weten nu zeker dat hij is overleden en ze hadden natuurlijk altijd nog een sprankje hoop. En voor die familie staat eigenlijk wel vast dat het een misdrijf moet zijn. Marc was er de jongen niet naar om zich van het leven te beroven. Hij moet in iets verzeild zijn geraakt, zei die zwager tegen ons. Maar wat, ja, dat weten wij ook niet. Het was niet een jongen die zich in criminele kringen begaf, maar kennelijk is er toch op een of andere manier iets vreselijks fout gegaan, waardoor hij hier in dat kanaal terecht is gekomen. Verdriet bij de familie, verdriet ook bij de sportschool waar Marc trainde in Bladel. Daar hebben ze een foto van hem opgehangen. Daar staan zijn sportgenoten zo af en toe stil bij hem, daar bij die foto. Ja, gisteren volop politie daar. Wat gebeurt er nu nog bij jou eigenlijk? Nou, dat onderzoek is helemaal afgerond, hier op deze plek tenminste, want niets herinnert meer aan wat er hier gisteren gebeurde. Een prachtige plek hier, een mooi kanaal met 2 paden aan weerszijden erlangs waar mensen overheen fietsen. Een hele rustige plek en niets herinnert aan die lugubere vondst van gisteren. Dankjewel, Jan Waalen.